begonnen. Het was vroeger al. Toen is het allemaal begonnen. Ik was vroeger eigenlijk altijd wel de leukste van de klas. Als er gelachen werd, dan was het wel om mij. Ik was de grapjas, de paljas, dat kind dat maf was. Maakte niet uit of wat ik zei, ze kwamen echt niet meer bij. Mij thuis trad ik op tussen de bekende schuifdeuren. Al stond ik in mijn blote reetje, lag je te verscheuren. Nee, daar hoef je nou niet echt ontzettend veel voor te gebeuren. Ik heb die kontlach. Ja, de lach hangt aan mijn kont, daar doe je niks aan. Zo is het altijd al gegaan. Ik heb die kontlach, die lach aan die kont. Diep zei de muis, ja, ik ben de leukste thuis. Ik heb die kontlach. Ja, de lach hangt aan mijn kont, daar doe je niks aan. Zo is het altijd al gegaan. Ik heb die kontlach, die lach aan die kont. Iedereen in het huis, nou, wie is de leukste thuis? Tweede stukje. Ik ben gewoon grappig, ik ben hartstikke leuk. Ik hoef maar poep te zeggen of iedereen ligt in een deuk. Dus de beuk erin en ga met die banaan of een bananenschil. Maakt mij niet uit wat jij wil. En dan ga ik met mijn grappen zaal in, zaal uit. Het is wel jammer dat ik nooit op concurrentie stuit. Ik heb nog nooit iemand ontmoet waarvan ik zeg, nou die is goed. Waarvan ik zeg, nou die weet ook wel hoe die grappen plaatsen moet. Ik ben arrogant en dat is terecht. Want ik heb de lachers op mijn hand. Ja, zet dat maar in de krant. Ik ben de allerleukste van heel fucking Nederland. Het is gewoon zo, mensen. Ik heb die kontlach. Ja, dan lach ik aan mijn kont. Doe je niks aan. Zo is het altijd al grappig, hè? Je lach aan die kont. Allemaal. Toen nou. Ik heb die kontlach. Die lach aan die kont. Nou, wie is de leukste thuis? Nee hoor, ik niet. Nee, dat is de deurknop. Die geeft iedereen een handje. Oh, grappig. Ja, jullie mogen mij wel.